Peter Wesseling, allereerst van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning. Wat een heerlijk begin was het. Ja, 1-0. Gelijk al de eerste bal voor Langes zat erin. En ik vond het begin ook apart. We kregen de aftrap. En zij kozen de kant waar de zon de hele eerste helft was last van hadden. Dat vond ik heel bijzonder. We waren dinsdag getraind en daar hadden de jongens echt last van. In de warming-up echt last van. En dus we zeiden ook van, nou, als we enigszins kunnen kiezen, dan... Maar zij kozen de kant. En had ik het idee. Jij dacht ook dat de keeper er inderdaad last van had. Ja, ik denk dat de keeper zelfs bij de 1-0, bij de lange voorzet die lang onderweg is, er last van had. Vervolgens herstelde Hercules zich natuurlijk fantastisch na die 1-0. Toen hadden we het even moeilijk, hè? Ja, we stonden redelijk ver omhoog met Stef en Quincy. Maar ja, ik moet zeggen, daar waren we niet echt druk op een eerste opbouw. Dan ontstaat daarachter een gat. Neun speelde met die rechtsbuiten, die 11, speelden ze heel veel aan de binnenkant. Dat is eigenlijk een extra middenveld. Dan moesten wij steeds keuzes maken. Ja, dat hadden we niet echt heel goed voor elkaar. Toen waren we wat meer aan de bal, Maar na een minuut of 20, 25 begon het een partij te lopen. En daar moet je toch ook wel enorm van genoten hebben, Peter. Ja, zeker. Ja, goede goals. Ik moet zeggen, scoreverlopen. Het zat ons niet tegen, laat ik het zo zeggen. Want zij hebben er ook wel wat kansen gehad. Bal van de lijn de tweede helft. Maar de eerste helft hadden we echt een fase. Met het voetbal wat we graag willen spelen. Op hun helft, tegen de 16 meter aan. En ik moet eerlijk zeggen, ja... Dat klinkt misschien niet heel sympathiek, maar ja, aan de bal vond ik ons nog niet eens helemaal heel erg goed spelen. Ik vind ons normaal gesproken nog veel vaster aan de bal. We hebben een aantal momenten ook zomaar de bal ingeleverd, terwijl er helemaal geen druk op zat. Hartstikke mooi. En goede goals. Normaal halen we aan de bal, vind ik, nog een beter niveau. Gaan we zaterdag doen? Nou ja, weer een andere wedstrijd. Ik bedoel, uiteindelijk 5-1 was mooi. Die 5-2 is dan toch nog even een smetje. Ik bedoel, dat zit dan toch nog in mijn hoofd. Waardoor je misschien nu nog niet heel erg euforisch bent. En zaterdag is gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Kijken hoe we hier allebei uitkomen. Want het is anderhalve dag rust. Eigenlijk van de zotte. Niemand is nog hersteld. Dus kijken hoe we met elkaar uitkomen. Elk nadeel heeft zijn voordeel, want door dat laatste doelpunt moet je wel de focus erop houden zaterdag, Peter, toch? Ja, nou, sowieso. Ook al was het 5-1, moeten we ook de focus erop houden. Hè. Maar die 5-2 nogmaals, jammer, onnodig. Blijft een beetje hangen. Maar ik denk dat het publiek heeft toch genoten van een prachtige voorstelling. En daar zijn we toch met z'n allen ongelooflijk blij mee. Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, je speelt na competitie tegen de beste ploeg uit de tweede en derde divisie. Tweede en derde divisie. En als je dan met 5-2 wint de eerste wedstrijd. En met name ook de goals die we maken, goede goals. Ik denk dat we gewoon tevreden moeten zijn. Dat het publiek ook wel tevreden is. Maar nogmaals, het zal ons niet tegen. Het zal ons niet tegen. Precies. Oké, nogmaals van harte gefeliciteerd. Geniet in ieder geval van deze overwinning. En zaterdag weer erop. Dran, zeggen ze. Dran, oké. Oké.